Is Thibaut Nijs voor jou een thuiswedstrijd ook een kandidaat om de zege binnen te halen, denk ik? Het loopt wel lekker, denk ik, hè? Goh, dat is misschien wel veel gezegd. Het gaat goed. Ik verkeer in zeer goede vorm. Dus, ik had met slechter papier naar hier kunnen komen, denk ik. Dus ik kijk er zeker wel naar uit om mij vandaag te meten. Wat heeft papa jou meegegeven voor deze wedstrijd? Dat hij hier altijd wel heel graag gereden heeft. En dat wel een rondje is dat als crosser, waaraan een crosser wel tot zijn recht moet komen. Dus ik ga zien waar ik uitkom. Het is een heel lastige wedstrijd, denk ik. Dus we zien wel. Als het op een groepsprint aankomt, wie verwacht je? Er staan een aantal sterke mannen aan de start. Hè. Ik denk met Timmerlier dat we misschien wel de snelste man van heel het peloton hier aan de start hebben. Dus ik zal wel weten welk wiel te kiezen, denk ik. Al een beslissing genomen? Weg? Cyclocross? Nee, absoluut niet. Ik denk voorlopig ligt de focus volledig op de cross. En dan zien we wel binnen een aantal jaar, maar voorlopig is de focus volledig op de cross gericht. Oké, veel succes alvast. Dank u wel.